In haar huis sprak de burgemeester met haar man over een zware dag op het werk. Hoe was het vandaag op je werk, schat? Nou, het was best een zware werkdag in het stadhuis. Ik denk dat de stad toch best trots op je mag zijn, hoor. Ja, ik doe ook heel goed mijn best. We moeten als gezin wel het goede voorbeeld geven. En daar heb je wel gelijk in, want ze letten echt op alles. Gelukkig hebben we via hele goede kinderen. Precies, volgens mij komen ze daar echt aan. Oh ja. Alles ging goed hoor. Ja? We hebben alle vier een 8,5. Zo, en goed zeg, ze hebben alle vier een 8,5. Pap, mam, we gaan nu ons huiswerk maken. Nee. Wat hebben wij toch fijne kinderen. Maar er is één ding waar ik toch zorgen om maak. Ik weet precies wat je bedoelt. De knuffels. Ja, ze zitten nu al in groep 7-8. Daar moeten we echt wat aan gaan doen hoor. Wat is dit? Kinder, een schoenendoosactie. Speelgoed inleveren. Transportkosten. Hé, hey, hier kunnen we de knuffels in kwijt. Goed idee. Kom, we gaan meteen naar de kinderen vertellen. Uiteindelijk jullie zouden toch huiswerk gaan maken? Ja, maar we hadden heel eventjes wat knuffelpower nodig. Knuffelpower! Woe! Jullie zitten in groep 7-8. Dat is echt iets voor kleuters. Jullie hebben me al zo vaak tot schande gebracht met die knuffels. Weten jullie nog toen we bij koningin Maxima stonden? Hier, zo stonden jullie erbij. Het is echt toch niet meer normaal? Het was toch gewoon gezellig bij de koningin met onze knuffels? Ja, maar die foto's stonden wel overal in de krant. Maar dat is het volgende idee. Hier gaan wij aan meedoen. Daar stoppen jullie knuffels in. Nee, niet met knuffels! Hier komen we met de knuffels. Nee, nee, mijn leven nog proberen. Op school was de schoenendoosactie voor de kinderen in Afrika in volle gang. Wat hebben jullie eigenlijk allemaal erin gedaan? Ik heb allemaal schoolspullen meegenomen. Dan kunnen ze wat leren. Ik heb een spons en een tandenborstel. Ik heb zeep meegenomen, zodat ze goed kunnen douchen. Goed idee! Maar wat is er met jullie aan de hand? Mama en papa hebben onze knuffels afgepakt. En nu moeten onze knuffels in die schoenendozen. We moeten die kinderen in Afrika dan met onze knuffels. Zo, wat is dat voor ouders? Wat zijn dat voor ouders? Wij hebben ook nog een bijdrage voor de schoenendoosactie. Hier, dit is onze mooie doos. Dat is wel een aparte schoenendoos die jullie hebben gegeven. Ik heb echt medelijden met die kinderen. Ja, ik ook. En om er zeker van te zijn dat die dozen ver weg komen, geef ik een donatie van 1000 euro. Echt waar? Dat is veel. Ik stop het bij het andere geld. Nou, dag lieve kindertjes. Doei. Doei. Onze knuffels. Ik wil ze terug. Ik ook. Wacht. Ik denk dat ik hem misschien wel een plan heb. Nou, wat in. En dan pak ik het. Was het alarm afgegaan en was de politie onderweg. Inbraak bij de berg van de school, jongens, kom op. Ik heb de code. Ja. Centrale persoon binnen, we gaan nu naar de berg van de school. Ja, ik zie het, hier. Ik heb hier al een paar dozen gevonden, misschien liggen onze dozen achter. Ik leg het speelgoed vast neer in vervanging voor in de schoenendoos. Daar maak ik even een fotootje van.
dus niet wat je denkt. Ik denk het niet, ik weet wel zeker. Ik denk dat jullie 1000 euro aan het stelen zijn. Ja, maar dit is ons eigen geld. Ja, ja, stelen van jezelf, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, maar we willen alleen maar onze eigen knuffels terugpakken. Ja, en daarom zou je met speelgoed van andere kinderen in je handen. Maar die wilden we voor in de plaats terugleggen. Ik geloof er niks van. Jullie gaan mee naar het politiebureau. Nee! Meekomen! Nee! Maar je moet die deur open. Jongen, loop door! De foto waarop de kinderen duidelijk met veel geld en speelgoed in hun handen staan, zag er niet goed uit en ging gelijk viral. Journalisten wilden een reactie van de burgemeester. Afleggen. Wat vindt u van dat uw kinderen zijn beschuldigd van diefstal? Ik wil alleen maar het volgende ervan zeggen. Vindt u dat uw kinderen straf verdienen? Nogmaals, ik wil alleen het volgende erover zeggen. Wij moeten het goede voorbeeld geven. En daarom moeten onze kinderen een jaar de gevangenis in. Dat mag niet! Heeft u gehoord van de kinderrechten? Dit is alles wat ik erover wil zeggen. Nee! Omdat de burgemeester en haar man het goede voorbeeld wilden geven, moesten de kinderen een jaar in de gevangenis. Maar nu zitten we in de gevangenis. Hoe kan dat nou? Ja, en mama en papa hebben gezegd dat we een jaar hier moeten blijven. Alleen omdat we onze knuffels terug wilden hebben. Maar dat wisten mama en papa toch ook wel? Ja, bedankt. We vinden het zo wel. Hallo, wij zijn jullie advocaten. En wij komen jullie helpen. Ja, ga jullie maar even allemaal staan. Oh, wat fijn. Echt, komen jullie ons helpen? Hebben jullie wel eens van artikel 40 van de kinderrechten gehoord? Hierin staat dat er speciale regels zijn. Voor kinderen die iets gedaan hebben wat eigenlijk niet mag. Jullie moeder heeft gezegd dat jullie een jaar lang in de gevangenis moeten blijven. Maar dat mag helemaal niet. Ja, dat mag helemaal niet. Met ons mee, dan zorgen wij voor gerechtigheid. En met artikel 40 in de hand kwamen de kinderen vrij en moesten de ouders ervoor zorgen dat hun kinderen de knuffels weer terugkregen. Ja, ja, je leest het goed. Dit is het einde van de film. Nou, mocht je nou nog meer willen zien, bijvoorbeeld de bloopers. Ja, bijvoorbeeld de bloopers, dat kan, die vind je daar. Of een andere film, daar. En abonneren, dat kan ook, maar dat heb je vast al gedaan. Niet? Nou, doe dan, dat kan hier. Dus doe hè, ga ik even opruimen. Ja. Zo, want ik wil hem natuurlijk nog een keer gebruiken, hè. Ja. Daar, daar. En hier, niet vergeten, hè. Oh.